De gemeenteraad heeft vanmiddag Isabelle Dix benoemd tot wethouder. Ze wordt de opvolger van Matthias Gijsbertsen, die gaat werken in Nijmegen, waar hij zich gaat bezighouden met geweld in gezinnen. Dix was eerder wethouder in Leeuwarden en daarna lid van de Tweede Kamer. Haar portefeuille bevat onder meer jeugd en jeugdhulp, zorg en veiligheid, armoedebeleid en beschermd wonen en opvang. Dix is lid van GroenLinks. De naam zegt het al. Ik ben van hart, zou ik zeggen, heel erg bezig met verduurzaming, met sociale verduurzaming, met onderlinge verbondenheid voor een slimmere, volhoudbare toekomst voor iedereen. Maar ik vind ook wel dat die betaalbaar moet zijn en dat er internationale solidariteit moet zijn. Dus voor mij is er maar één partij en dat is GroenLinks, al 26 jaar. Op veel programmapunten leidt GroenLinks op de Partij van de Arbeid. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren ook wel gemerkt dat dat echt niet zo is. Dat het logisch is dat we natuurlijk veel samenwerken. Dat is zo. Dat doen we in de Kamer natuurlijk ook. En dat gebeurt hier natuurlijk op lokaal niveau natuurlijk ook. Maar de grote nadruk die GroenLinks legt op verduurzaming van de economie met name. Het zorgen voor een slimmere economie, een circulaire economie. Ja, dat is echt wel een verschil met de Partij van de Arbeid. Zij had eerder veel contacten met Groningen. Ook vanuit het wethouderschap in Leeuwarden heb ik heel veel verbinding gehad met Groningen, ook met Drenthe overigens, zeker met de regio. Dus ik ken ook heel veel collega's al hier in de regio. Dus het is niet zo dat die regio voor mij nieuw is. Daarnaast heb ik hier natuurlijk jarenlang gestudeerd. Dus ja, dan heb je natuurlijk de stad ook wel een beetje leren kennen, al was het dan niet op bestuurlijk niveau. Groningen is de vierde stad van Nederland waar het armoede betreft. Wat we zien is dat er natuurlijk een hele grote groep mensen is met een laag tot zeer laag inkomen, met relatief weinig perspectief, waar nu de huidige coronacrisis natuurlijk niet veel goeds aan doet. Dus ik vind het ook een enorme uitdaging om juist voor deze groep nu in deze tijd op te komen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen aangehaakt blijft? Kijk, de grondslag voor het collegeakkoord is een groen, gezond en gelukkig Groningen. Ja, dat is iets wat in tijden van corona gewoon heel moeilijk te realiseren is. We moeten echt heel erg aan het werk gaan met elkaar om iedereen betrokken te houden bij die stad, bij deze samenleving, dat die open is, dat mensen zich betrokken voelen, maar ook zich daadwerkelijk betrokken kunnen uiten, zeg maar, bij deze stad. Dix kreeg wachtgeld naast haar salaris als Kamerlid en ontving een omstreden reiskostenvergoeding. Dat wachtgeld, ik snap ook achteraf helemaal niet hoe dat zo heeft kunnen lopen. Dat had ik natuurlijk nooit aan moeten nemen. Ik had het niet nodig, ik had het niet aan moeten nemen. Ik heb mijn verontschuldigingen daar al meermaals voor aangeboden en dat doe ik ook nu nogmaals. Dat had ik niet moeten doen, daar heb ik ook tot mijn grote spijt onhandige uitspraken over gedaan. Dat had ik ook niet moeten doen. Ik loop daar ook niet voor weg. Ik heb het gedaan, dat had ik niet moeten doen en dat ga ik natuurlijk nooit meer op deze manier doen. De verblijfskostenvergoeding wonen in Leeuwarden of Den Haag. Ja, dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Daar werd ter discussie gesteld of ik feitelijk recht had op die vergoeding. Nou, in principe had ik er recht op. Maar het was verstandiger geweest als ik het niet had aangenomen. Dus dat vind ik van een iets andere aard. Dat ga ik overigens allemaal terugbetalen. Ik ga het wachtgeld terugbetalen en die verblijfskostenvergoeding. En daarmee hoop ik oprecht dat ik dit achter me kan laten. En dat dit een hele vervelende situatie was die ik niet zo had moeten aanpakken. Ze hoopt op een goede samenwerking met de Groninger politiek. Ik zal dingen ongetwijfeld een beetje anders doen dan Matthias, want ik ben gewoon een ander persoon dan hij. Ik hoop oprecht dat u over een tijdje over mij zult zeggen dat ik ook een sociaal bevlogen persoon ben die zich met hart en ziel zal inzetten voor deze gemeente en zeker ook voor de portefeuille die ik nu ga behartigen.